Facility management is natuurlijk bovenal een managementterrein wat zich bezighoudt met ondersteuning. Dus ondersteuning van het primaire proces. En de ondersteuning van die processen die beweegt zich op het snijvlak van ruimte, infrastructuur, mens en organisatie. Dus dat betekent dat een facility manager iets moet weten, gevoel moet ontwikkelen voor architectuur. Iets moet weten van vastgoed, iets moet weten van technologie. Maar bovenal moet hij natuurlijk verstand hebben van bedrijfskundige processen. Het belangrijkste is natuurlijk dat uiteindelijk die eindgebruiker bediend wordt op een zodanige wijze dat hij ook goed kan functioneren. Het begint eigenlijk bij het binnenkomen en eindigt bij het weggaan. Je moet heel erg goed rekening houden met openheid, met kleur, met hoe zijn de mensen erachter. En dan kom je bij het hospitality stuk, hè, van hoe word jij ontvangen, hoe welkom voel je je. Op het moment dat daar iemand bijvoorbeeld zit en met een Noors gezicht, kan het effect hebben op jouw gevoel. Het lectoraat gaat over de ontmoeting van ruimte en infrastructuur en mensen en organisatie. We proberen kennis te ontwikkelen om in de samenhang van die verschillende elementen zodanig oplossingen voor de praktijk te vinden dat ze beter kunnen functioneren en presteren. Je kunt daar op verschillende manieren naar kijken. Je kan zeggen, van, nou, we knippen het allemaal in deelstukjes op. Dus we gaan nou gewoon eens kijken of de schoonmaak beter kan. Of we gaan nou gewoon eens kijken of de kantine en de catering beter kan. Maar wat het interessant is aan bijvoorbeeld een gastvrijheidsconcept, dus hospitality, dat is dat je kunt zeggen van ja, maar als het individuele persoon binnenkomt in een gebouw, dus een bezoeker bijvoorbeeld, dan betekent dat je dat nooit los van elkaar kunt zien. Dus dat moet je in samenhang met elkaar onderzoeken om zeg maar als holistisch concept dat neer te zetten. Zeggen nou, dit is onze identiteit, zo willen wij omgaan met mensen die het gast zijn, mensen die patiënt bij ons zijn of bewoner of cliënt of wat dan ook. Holisme wil eigenlijk zeggen dat je kijkt naar het geheel in plaats van naar de onderdelen. En sterker nog, dat als je de onderdelen afzonderlijk zou optellen, dat dat minder is dan het geheel in samenhang. Het is eigenlijk een soort synergie. Dus 1 en 1 is 3. Dus als mensen tevreden zijn in een ruimtelijke omgeving, dus in een gebouw, in een zorginstelling of in een kantooromgeving of in een R&D-lab, dat die mensen gewoon goed hun werk kunnen doen, dat het als het ware een onzichtbare hand is, dat ze zich daarbij thuis voelen. En dat, ik denk dat dat het grootste compliment is voor een facility manager. Want je doet het gewoon met elkaar. En het is wel zo dat een facilitair manager is veel meer regievoerend en beleidsontwikkelend dan jaren terug. Dat zeker wel. En dat komt ook omdat we gewoon eigenlijk, en dat is ook wat mensen wel zeggen bij de opleiding inderdaad, van heel veel dingen afweten, van alles een beetje. En op het moment dat je echt verder de diepte in moet, dan heb je experts om je heen. En dat is de manier waarop je ervoor zorgt dat je gewoon een heel mooi woord, excellente omgeving creëert. De opleiding staat al helemaal gesorteerd op het vak van hospitality. Dus dat is al zoals de markt zich ontwikkeld heeft. Wat wij meer zullen gaan doen is samenwerking zoeken met de andere vakgebieden in het kenniscentrum. Dus dat betekent dat een student vastgoedmanagement met een student interieurarchitectuur, met facility management en architectuur samen een opdracht kunnen gaan doen. Dus als we het over het nieuwe werken hebben, zie je al dat al die vakgebieden met elkaar samenhangen. En wat wij willen is dat die studenten leren dat daar elementen van hun eigen studie samenhangen met die van anderen en het werk van anderen. En dat is natuurlijk hun toekomst ook. Je kunt eigenlijk bijna de baan creëren die je leuk vindt. Want je kunt en het projectleiderschap doen, maar je kunt ook manager worden van een bepaalde afdeling. Dus je kunt net dat stuk kiezen wat bij jou past. Wat zo mooi is aan facility management is dat facility management met onzichtbare hand het menselijk gedrag in organisaties positief kan beïnvloeden.